Nicole, ja. Wat ben je aan het nadenken? Ja, ik ben over nadenken over een antwoord dat we hebben gekregen op een vraag die we aan jullie hebben gesteld. En de vraag was, wat houd je nu tegen om je droomleven te leven? Oh ja. En iemand gaf als antwoord, ja, geld. Kosten zijn eigenlijk het probleem. Ah. En geld is het probleem? Ja. Ja. En jij zit te denken? Ik zit te denken van, laten we jullie eens een mooi inzicht delen. Wat voor ons heel erg heeft geholpen om anders te denken. Anders te denken. Dus eigenlijk even om gewoon wat inspiratie voor onze mindset. Om anders te denken. Nieuwe kansen te zien. Ja, we horen natuurlijk vaak dat geld een probleem is. Ja. En wij lopen daar ook wel eens tegenaan. Ja. Dat we graag veel dingen willen. Maar ja het kost geld. En er zit vaak een prijskaartje aan. Ja, dat is gewoon kloten af en toe. ja, dat is wel zo. Ja. Maar dat denk je. Ja. Dus dan zeggen we. Ja, de shift die we met je willen maken is, zie geld niet als een probleem, maar zie het als een oplossing. Geld is de oplossing. Maar voel je hem? Ja. Weet je, als je denkt van, ja, het is de oplossing, dan ga je gelijk al heel anders denken. Word je al meteen veel positiever? Ja. Als je zegt, geld is het probleem, ja, dan ga je er tegenaan schoppen. En geld is slecht, geld is fout, ik hoef geen geld. Nee, je wil wel geld. Ja. Want geld is de oplossing. Ja, ja, nou ja. Ja, en een mooi voorbeeld is ook, want ik ging, daar zat ik eens over na te denken. Terugdenken toen ik als mondgenist werkte. Op een gegeven moment voelde ik ook van, ja, ik wil wat anders. Hè. Ik wil ook meer vrijheid. Maar ja, als ik nu stop met mijn baan, dan heb ik ook geen geld. Ja. Dat zag ik dan als probleem. En toen dacht ik, maar ja, toen ging ik verder denken. Wat kan het dan als oplossing zijn? Toen ben ik dus naast mijn baan, ben ik Culicool gaan opzetten. Ja, dus eigenlijk eerst een hele goede vraag is om te stellen van, hey, geld is de oplossing. Hoe kan ik dan aan extra geld komen als ik geen werk heb als mondhygiënist? Ja, ja. Ja, precies. Dus, en ik dacht voordat ik natuurlijk mijn baan op ga zetten, nou, gewoon ook meer van, hé, hoe kan ik nog geld verdienen, hè, erbij? Ja. Dus toen heb ik Culicool opgezet, inderdaad. En dat, weet je, daar heb ik mijn avonduren in gestopt, mijn weekenduren. En op die manier is dat zo gaan rollen. Ja. Hè? En dat is eigenlijk wel een mooi inzicht van, hé, je kan, als je een baan hebt, of dat je naast je werk nog steeds iets kan doen wat geld op kan leveren. Ja. En het gaat niet vanzelf, weet je. Je zult je daar echt voor moeten inzetten. Maar het begint wel met die vraag van, ja, is geld het probleem of is geld de oplossing? Ja. En stel dan de hoe-vraag van, oké, hoe kan ik dan extra geld genereren? Ja. En hetzelfde is hier, we wilden heel graag iets kopen in Spanje. Maar als buitenlander om iets te kopen in Spanje, ja, moet je gewoon geld meenemen. Ja. En veel geld meenemen. Ja. Want je moet gewoon meer inleggen. Je moet gewoon 40-50% van een huis moet je gewoon cash inleggen, ja. Weet je, dan kun je weer zeggen, geld is het probleem voor ons. Nee, geld was de oplossing. Ja. Dus we zijn er gewoon knetterhard voor gaan werken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En daarna is het natuurlijk van, hey, ga slim om met je geld. Want we, in plaats van dat wij al het geld hebben uitgegeven in de disco. Wat we ook veel hebben gedaan tijdens onze studententijd. Ja. Hebben we nu gezegd, hey, we gaan ons geld stoppen in die stenen. En we gaan daar een huis kopen. En we gaan het ook verhuren, zodat het ook geld oplevert als wij niet aan het werk zijn. Ja, dus het is ook leren bewuster omgaan, hè, met je uitgaven, met geld. Ja. En heel goed weten waar je naartoe wilt gaan. En we hadden nu een heel helder doel, het huis. Ja. Maar het is ook wel een stukje financiële intelligentie natuurlijk, wat daarbij komt kijken. Ja, ja. Inderdaad, zoals je ziet, eerst is het die financiële bewustwording, hè? Dus door ook jezelf te zeggen van, hey, geld is niet het probleem, maar het is de oplossing. Exact. En daarna ga je dus verder denken van, hey, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? En dan inderdaad wat Stijn zegt, je financiële intelligentie een upgrade geven. Ja. Hè, door daarin te investeren van, hey, welke mogelijkheden zijn er nou om meer geld te creëren? Ja. Alleen op dat niveau zou je nooit komen als je blijft zeggen, geld is het probleem. Ja. Geld is de oplossing. Ja, dat wilden we graag met jullie delen. Yes. Laat het een mooi inzicht zijn om die switch te maken. Om juist dus meer geld te creëren. Ja, meer geld voor jou, voor je dromen. En we zouden zeggen, ga ervoor. Ja. Wil je hier meer over weten? Je kunt altijd, we hebben daar een topleven programma voor. Waar we ook meer vertellen over financiële intelligentie. Om dat te upgraden. Ja. En je kunt altijd een aanvraag doen voor een topleven sessie. Ja. Dan gaan we kijken of dit programma ook aansluit bij jouw situatie. Ja, dus kom met ons in gesprek als je dat wil. Want als je dat interessant vindt. Dus we zullen hieronder even de link zetten. En dan kun je gewoon een gesprek aanvragen. Dus hartstikke leuk. Dus, yes. Zie geld niet als een probleem. Maar als een oplossing. Ga ervoor. Ciao, ciao, ciao. Ciao.